De lijst wordt alsmaar langer, vrienden. Ja, met de chaos in Nederland. Eerst hebben we dan gewoon de mensen die zich niet aan coronamaatregelen willen houden. Nee, en nog steeds niet. En dan hebben we de voetbalsupporters die zich overal en nergens en constant maar misdragen. Die hebben we. En nu, ja, nu krijgen we de overtreffende trap. Want nu gaan we de binnensteden vernielen. En we gaan plunderen ook. Ja, natuurlijk. En we gaan de politie bedreigen. En de brandweer bedreigen. En die vallen we aan. En we gaan een steen gooien door een ruit van een ambulance. Als hoogtepunt van de chaos, zou ik maar zeggen. Het is toch verschrikkelijk, beste vrienden. Ja, en daar heeft Nederland mee te maken. Maar, en hoe komt dat nou? Vraagt iedereen zich af. Hoe zit dat nou met Nederland? Want je schaamt je dood ook om Nederlander te zijn nu. Ja, ik schaam me dood. En los daarvan, in het buitenland zitten ze ernaar te kijken en denken, wat is er met dat Nederland aan de hand? Ja, en dat klopt. En dat komt, vrienden, gewoon het gebrek aan acceptatie van het gezag, daar heeft het mee te maken. De Nederlander wil gewoon geen gezag accepteren. Dat is het. En niks anders. En dat is erin geslopen de afgelopen 30, 40, 50 jaar. Zit dat gewoon ineens in onze cultuur bijna. Het is onze DNA. We accepteren geen gezag. En daar is dit nu wat we zien. De hele puinhoop, dat is het resultaat daarvan. Ja, en dat is pijnlijk genoeg om vast te stellen. Want in de opvoeding worden kinderen nog de regels verteld. Wordt er nog gezegd, zo is het en zo gaan we het doen en zo gaat het gebeuren. Het gebeurt niet meer. Op school ook niet. Want als die leraren dat dan een keer doen, dan komen die ouders op de hoogste poten naar de school om te zeggen dat je een kind, mijn kind mag je geen standje geven of je mag niks zeggen. Begrijp je? En die leraren stoppen daar ook met opvoeden. En het is alsmaar leuk om je en jij tegen iedereen te zeggen en alles moet maar kunnen. En dan is er geen gezag meer, vrienden. En daar leidt Nederland nu aan. Aan de acceptatie van het gezag. Ik neem jullie mee naar een tijd dat het gezag er nog wel was. Ik was 16 jaar, beste vrienden. We praten over 1966. Ja, dat is heel lang geleden. En toen had ik een poeg. Weet je nog, zo'n brommer. Ja, zo'n poeg met zo'n hoog stuur. En dan zat ik zo en had ik een heel lang haar. Heel lang, dat kan je bijna niet voorstellen. Ik kwam ergens tot hier. En ik stoer op mijn poeg ging ik uit. Nou, en dan ging ik, hè, op zaterdagavond. Nou, en had ik, ja hoor, ik had een meisje versierd. Ja, geweldig, geweldig. En dan was ik blij met en trots op en weet ik veel. En ik bracht haar naar de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. Want zij moest op de pont naar Amsterdam-Noord. Nou, mijn moeder had gezegd, denk erom, je bent om 12 uur thuis. Goed, ik stond daar bij die pont. Ja, je begrijpt het wel. Nog even zoenen, nog even, ja, nog even dit, even dat. Ja. En goed, zij ging, hup, die pont op. En ik ging helemaal blij en gelukkig met mijn nieuwe verovering. Reed ik naar huis. Maar ik kwam thuis om 11:45, vrienden. 15 minuten te laat. En bovenaan de trap stond mijn moeder. Ja. En die zei de historische woorden van, ja, te laat. En die zegt, volgende week binnen blijven. Volgende week ga jij niet uit. Niks ervan en nu naar bed. En ik dacht bij mezelf, ja, Jezus, dan kan ik dus volgende week niet naar mijn nieuwe verovering. Het verschrikkelijk natuurlijk. Dus ik probeerde door de hele week heen, probeerde ik nog een beetje tegen mijn moeder van, ah ja, dat heb je nou wel gezegd. En ah nee, laat maar, ik kan toch wel weg op zaterdag. Nee hoor, ze bleef erbij. Ze bleef er strak bij. Jij gaat niet uit. Ik zit tegen mijn moeder, maar luister nou eens even goed. Ik heb dat meisje afgezet bij de pont achter het Centraal Station. Want die woont in Noord. En we hebben weer bij de pont afgesproken. Dus ik kan haar niet bereiken. Want er was toen geen mobiele telefoon, helemaal niks toen. Hoe moet dat nou? En mijn moeder, die hield gewoon een poot
stijf. En die zijn gewoon strak. Oh, weet je wat je doet? Rij maar naar het Centraal Station toe. En zeg maar tegen het meisje dat het niet doorgaat. Vrienden. En dat moest ik doen. En dat heb ik ook gedaan. De allergrootste afgang in mijn hele leven. En dat is dus niet zo sexy om te zeggen, ik mag voor mijn moeder niet uit. Nee hoor, vrienden. Er is ook nooit meer wat geworden met dat meisje natuurlijk. Zo pijnlijk allemaal. En hup, en dan ging ik weer naar huis. En ik ging niet uit. En dat was het dan. En vrienden, met dit verhaal wil ik alleen maar vertellen. Toen was er nog gezag.